althans qua gevoelstemperatuur. En dat is voor Caribische Nederlanders even wennen. Je kan goed warmen aan je zee, maar het blijft toch koud. Dus met je jas, met je handschoenen, met je sjaal, met je muts, maar je voelt gewoon de koud. Ja, bij je gezicht, je oren, je neus, je mond, je gaat niet praten. Het is echt, nee, niet normaal. Er is geen zon. Het heeft je niet gestopt om te gaan shoppen? Nee. Je moet niet in huis blijven hoor. Dus nee? Het leven gaat door, ja. Met of zonder koud. Deze twee Antilliaanse dames zijn pikkels. Zij gaan wel shoppen, maar in het Dordtse ontmoetingscentrum Centro di Mama is het verdacht stil. Ja, dat is opmerkelijk. We hadden vandaag 1. Normaal gesproken dan heb je 3 of 5 of 8 mensen, hangt van de personen af wat er allemaal is. En dan komen ze, maar vandaag helemaal niemand, behalve 1. Antillianen komen niet naar buiten met koud weer? Bijna niet. Als het moet, voor de boodschappen doen of als ze naar de ziekenhuis of naar de huisarts moeten, dan gebeurt het wel. Maar in principe is het lekker binnen blijven. Na lang zoeken vinden we in een wijkcentrum toch een paar dappere dames die de kou wel trotseerden. Minstens 2 trui, ja, een leggy en een jeans en een goede laars. Sokken, ja, dikke. Het is wel begonnen te vriezen. Want ik zie mijn dak van mijn schuur helemaal wit. Ziet u op tegen een strenge winter? Ja, zoals je nou het koud voelt, dan zeg je het komt een harde winter hoor. Het is of je in een vriezer zit. Net als een kippenbootje. Zo koud is het. Zo koud is het, ja. We kwamen binnen en toen zei Roet, het is koud. Dus daar hebben we het heel vaak over. Dan moet je heel veel kleding over elkaar doen. En soms heb je ook het onderwerp, waarom koop je dan geen thermo onder broek of t-shirt? Zodat je het minder koud hebt. Maar is dat niet overdreven, ondergoed wat je gebruikt op wintersport, min 20? Het is een beetje overdreven, ja. Maar het is namelijk zo dat je het wel een beetje warm hebt en niet zo koud. Ik ben 9 jaar hier in Nederland. Daar komt de winter aan. Daar komt de winter aan. Als het koud is, als het sneeuw buiten is, blijf je gewoon binnen. Ja. Als ik een brood moet gaan kopen, koop ik gewoon de eerste dag. Daarna niet naar buiten. Nee. Dat voorspelt niet veel goed, nee, hè, voor de komende week. Nee, voor mij niet. Nee. Ik blijf gewoon binnen.